In Verwegistan woont Omar met zijn ouders en zussen in een klein huisje, midden in het bos. Elke dag worden zij vroeg gewekt door hun ouders om te gaan werken in de kledingfabriek. Werk, kunnen we niet even rustig uitslapen? We moeten snel gaan werken, want er is nog heel veel te doen. Ja, we moeten echt wat geld verdienen. Sorry hoor, maar we moeten echt nu weg. In het land is veel geweld en armoede. Elke dag moesten de kinderen werken, maar Omar, die deed liever wat anders. Ja, maar mama, papa, kunnen we niet nog even rustig voetballen? Nee, laat die voetbal thuis. We gaan nu naar het werk. De kinderen werkten voor maar een heel klein beetje geld van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in de fabriek. Aan het einde van de dag kwamen ze weer thuis. Kom op kinderen, we gaan naar bed. Mogen we dit nog even voetballen? Opstaan, werken, slapen, dat deden de kinderen elke dag. Geen enkel moment konden ze iets leuks voor zichzelf doen. Omar droomde 's nachts over wat hij het liefst zou willen. Ik sta hier ergens in Verwegistan en ik raad jullie allemaal aan om het land zo snel mogelijk te verlaten. Het wordt hier gevaarlijker dan ooit. Sorry, ik moet gaan. Doei! Na een lange reis kwamen ze eindelijk aan land. Daar zijn nog meer vluchtelingen. Ja, kom maar, cool, we gaan helpen. Het lijken wel hulpverleners. De hulpverleners vertellen aan het gezin dat zij ervoor kunnen zorgen dat ze goed worden opgevangen. Daar was het gezin heel erg blij mee en gingen met de hulpverleners naar de opvang. Fijn hè, dat de gevluchte kinderen met de andere kinderen leuk spelen. Ja, dat is echt heel leuk om te zien. Ik voel me zo fijn in deze opvang. Het lijkt net of ik allemaal gezellige broertjes en zusjes heb. Ja, dat vind ik ook. Zullen we nu verder molenpolieën? Ja, ja. Ondertussen werden er verschillende belangrijke dingen voor het gezin geregeld. Zoals een huis. Dit is de sleutel van jullie nieuwe huis. Heel veel plezier. Dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. Yeah. Werk voor de ouders. We hebben lang gezocht, maar ik denk dat we een goede baan voor jullie hebben gezocht. Hé, hey, hoor je dat? We krijgen werk. Oh leuk, ik heb er nu al zin in. Ach, gefeliciteerd met jullie werk. En onderwijs voor de kinderen. Fijn dat jullie er zijn. We hebben heel goed nieuws voor jullie. Ja, jullie mogen naar school in Zeewolde. Yes! Oh, eindelijk kan ik naar school. Eindelijk vrienden maken en voetballen. Oh, Tok, ik kan eindelijk naar school. Ja jongens, ik ben ook heel erg blij voor jullie. Nou, en dit wordt jullie nieuwe juf. Hoi! Hoi! Luisteren allemaal, we hebben een paar nieuwe kinderen in de klas. Dit is de eerste keer dat hun op een school zijn, dus maak maar gauw kennis. Leuk! De kinderen maakten direct kennis met hun nieuwe klas. Fijn dat het zo goed gaat met ze. En Omar? Die was vooral heel erg blij dat hij nu eindelijk kon doen waar hij zo goed in is. En wat hij het allerliefste deed, voetballen. U ziet het, dames en heren. Het elftal heeft een nieuwe speler, Omar Ubaida. Het is de eerste wedstrijd van deze jongeman uit Verwegistan. Een jongen die zijn droom heeft nageleefd en nu voor het eerst deze grote wedstrijd speelt. Ik ben echt trots op onze zoon. Ik ook.